Het vakbondswezen zal het voortouw nemen in het duidelijk maken van haar visie over het voortbestaan van staatsbedrijven. Dit stelde C47-voorzitter Robbie Berestein vandaag bij een persconferentie over het privatiseren van parastatale bedrijven. De vakbondsman stelt dat de vakbondsbonden gegroepeerd kunnen worden per sector om actuele zaken aan te pakken. Vakbonden groeperen in verschillende sectoren. Ja, een aantal. Daar moet er acuut een aantal dingen gebeuren. Ik noem bijvoorbeeld SLM, die heeft een aantal acute dingen. Maar ook bedrijven waar we op lang termijn of middellang termijn, zelfs kort termijn, de regering onze visie moeten duidelijk maken. En als de regering nabij is, dat unumus die alliet. De regering naar dat toon van mijn bouw. En dat toon van mijn salko. Als om iemand iets jaars. De multinationals. Dit is iemand voor een pensioen. Waar we overigens al mee bezig zijn. Berestein geeft verder aan dat de snode plannen van de regeringen op lang termijn de kop ingedrukt kunnen worden als vakbonden hun plaats innemen. Hij verduidelijkt dat de visie van de vakorganisaties over bedrijven in de financiële, landbouw, medische en andere sectoren duidelijk moet worden.